Wat is Pasen, man? Lekker. Ik had het niet zo verwacht, man. Dit moest echt. Welkom bij de grote finale van de Legends of Gaming KPN Rematch. We spelen vandaag een echte klassieker, een echte logklassieker, namelijk FIFA. Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal dingen gedaan, Gang Beasts, Tricky Towers. Zij willen toch weer aftoppen met FIFA. Boomerang Fool. Om even met dat goede gevoel naar huis te gaan. Tuurlijk. Klopt. Maar. Oké. Okay. Maar. Jij weet het. Er zit een addertje onder het gras. Onder dat grote grasveld zit een flinke adder. Wat er namelijk gaat gebeuren, is dat jullie controller settings van deze mannen mogen gaan aanpassen. 5 knoppen mogen jullie veranderen. Dus van Pasen mag je ineens in plaats van XL1 maken. Van rennen kun je in één keer een vierkantje maken. Van schieten L2, je begrijpt het. Dit is een W voor ons, maar let's go. Een W voor ons. Goed geprobeerd. Het vertrouwen moet nu zijn toegenomen, dat kan niet anders. Ja. We gaan de WK-finale spelen. Nederland staat uiteraard in de finale. Tuurlijk. Welke tegenstander verwacht jullie in de finale? Tegen Frankrijk denk ik? Ja. Okay, ik denk, ik zag dus net dat je ook lokaal kan kiezen. Nee, doe nou niet. Hij wil ons weer met de kennis. Ik denk dat FC Emmen in die gaan de WK-finale zeker halen. Ja. Maar dan Brazilië. Laat in de comments weten waar Frankrijk. Jij denkt dat FC Emmen staat. Ik merk dat het vertrouwen gegroeid is. Mannen, hoe gaan jullie hier deze finale in? Ik ben benieuwd met wat ik straks mag gaan schieten en gaan rennen, et cetera. Ja, daar gaan jullie nieuwsgierig komen. Jullie mogen nu controleinstellingen gaan switchen. Jullie mogen je omdraaien. 5 knoppies. 5 knoppies. Ja. Okay. Gaan we met jullie meedenken. Er zit een scroll. Ja, maar dat kan niet omdat het niet hiermee matcht. Oké, ga nu eens naar beneden. Kijk, je kunt wel, die en die kun je ook doen. Oh ja, die moet je eigenlijk wisselen. Dat is ook echt heel irritant. Oké. Okay. Die. Ja. Die moet dan naar die. Oh, dit wordt zo kut. die evil lach van jou. Die moet er ook uit, denk ik, ja. Dat moet. Hier 5 worden. Maar, hè? Ja. Hoeveel heb je al 33 minuten? Ja, en nu nog 1. Nog 1. Ja, hier ook. Klopt. Doe die ook al met. Ja. Die wordt dan, even kijken. Deze instellingen zijn wel heel ziek, hoor. Ik denk echt dat het serieus moeilijk wordt voor jullie. Zijn jullie er klaar voor? Je kan geen fake shot. Je kan alles doen. Je hebt gewoon nog steeds alle controls. Fake shot doe je bijvoorbeeld rondje kruisje. Maar stel dat schieten nu links is of zo. Serieus, die instellingen zijn heel ziek. We moeten wel scoren. Succes aan beiden. Dit is Corrupt Control FIFA. Pasen is. Ik ben blauw. Wat doen we? Ja? Kunnen we ik kan niks, ik kan niks doen. Okay. Nee, ja, dat zijn je knoppen. Maar ik kan niet eens. Oh ja, ik kan niet eens lopen. Ja, wat is het? Je kan wel lopen. Nee. Jawel, je kunt wel lopen. Kom hier. Nee, ik kan geen richting aan. Jawel. Maar dit is voor jullie tijd. Eerste kans is voor Frankrijk. Eerste kans is voor Frankrijk. Serieus, ik zou het oprecht wel best knap vinden als jullie weten te scoren, Levi en Manu. Wat is Pasen, man, nu? Lekker, ik had het niet zo verwacht, man. Dit moest echt. Wat is Pasen? Dit is Pasen. Paniek! Wat is Pasen? Wat is switchen? Switchen is prachtig. Wat een stress. Ja, maar. Ja, het is wel heel extreem, hoor. Die echt bijna elke knop is iets anders. Oh. Pasen is L2. Kijk. Langzaam maar zeker komen ze erachter. 7e minuut. Oké, maar ik had verwacht dat het gewoon nog een andere knop zou zijn, zeg maar. Ik ben echt. Ja, het is ook een knop. Nee, die over het bal zat gaat zitten aan en zo. Ja, omdat je de verkeerde knop in drukt. Ik druk niks in. Je moet de pijltjes, dat zei Levi nog tegen je. Bent buitenspel. Ja, maar als ik dat doe, dan gaat ook al die dingen aan. Oei. Wow. Nee, maar dat komt omdat je. Ik heb nog nooit zo bang. Zonder dat je het door hebt, gebruik je ook die linker joystick. Ja. Geloof me. Ja, is ook. Dat heb je niet door. Ik ga solo deze. Oké, ga ik al naar jou. Hey, jongens, kom op, hè. Nee, gaat niet. Je moet schieten, schiet. Rondje, hou hem in. Nee, te laat. Oké, wat is rennen? Ik ga de keeper tackelen. Probeer even iets. Ja, ik kan niks. Zo, dit is wel mooi. De voorzet is R1.
Wat zijn vierkantjes zo eigenlijk? De besturing aan het uitvogelen. Maar we moeten wel even scoren. We moeten één keer scoren, ja. Levi is het langzaam maar zeker wel allemaal aan het ontrafelen. Hij weet wat paas is, hij weet welke is ontwikkeld. Bro, ik denk is na. Daar komt hij. Nou, schiet dan lang op! Die keeper is te goed. Hoe kan ik fatsoenlijk schieten? Gewoon goed schuin lopen en dan lange hoek. Maar gewoon lang, überhaupt gewoon lange hoek. Schiet gewoon lange hoek. Mik je wel dan... altijd op de goal of kan je gewoon helemaal naar beneden mikken? Ja, nee, ik kan gewoon vol richting de cornervlag mikken, zeg maar. Okay. Als het lekker. Man. Dit is zo mooi. Keep weg. Hij weet het niet! Hij weet het niet! Weet niet, jongens! Schiet je weg. L2 of zo. Mooi schot. Mooi schot, dankjewel. Mooi schot. Oh, dit is wel echt, ik had niet zo... Schiet naar voren gewoon. Mooi, want als e-sport heb je natuurlijk R2. Al die controles helemaal in je vingers. Ja, je hebt geen idee wat je doet. Jarenlang elke dag met bepaalde knoppen gespeeld, ja. Maar dit is echt, ja... Nee, het is heel moeilijk, maar... Het is ook geen... Je speelt tegen gasten die het nooit spelen, man. Je moet er gewoon even achterkomen wat is. En dan kun je gewoon winnen. Anders was het niet leuk geweest. R2 schieten. Lekker. Maar die pijltjes doet pijn. Ja, dat snap ik wel. Is ook echt kut, maar... L2. Mooie paas. Zag je dat, die melding? Mooie paas. Ja. Oh, jongens. Hoe moeten we rennen, bro? Dan rennen we gewoon de langs de hele tijd. Ja, netjes. Ik kan niet zonder joystick. Ja. Heb je touchpad geprobeerd? Ga naar mij zo. Levi, jij hebt hem naar mij moeten schieten. Maar we hadden eindelijk een kans, zeg maar. Kom op. Ik laat jou op doel schieten, ja? Het idee is gewoon dat je dus, zeg maar, vlak voordat je er bent, paas je hem naar iemand anders en die dan... die tikt hem erin, oké. Ja, want dan is die keeper is natuurlijk... Ja. Oh, daar gaat hij. Schiet dan. Lange hoek, jongens. Wacht. Misschien zo loppen. Ja! Lekker man. Dat is prima. Nee, Spanje. Oh ja, oh shit. Allez les bleus. Het wordt spannend, maar dit is wel mooi. De Legends op 1-0. Moet ik het passen? R2. L2. Ook niet, allebei niet. Hallo, gaan we nog beginnen, jongens? Ja, dus dan weet je ook dat wat L1 was, dat is passen, snap je? Er zijn gewoon allemaal dingen geswitcht met elkaar. Kijk, Levi heeft het rennen uitgevonden. Okay, wat was Pasen van nu? R1. Wow, met die pijltjes toetsen is zo verschrikkelijk eigenlijk. Het echt pijn aan mijn handen. Ja. Terwijl het vroeger gewoon normaal was. Oh, daar zijn ze weer. Les Bleus. Oei. Levi, je ogen. Ren, bro! Bro, ik heb nog niet eens wat gedrukt en hij paast. Ja, omdat je dus... jij paaste dus... Ja, jij drukte dus ongeluk L1 in, snap je? Oei. Langzaam maar zeker zie je wel iets meer balbezit voor Nederland. Kijk, dit is echt moeilijk, hè, jongens. Oh. Ja, goal. Dit moet een goal zijn. Oh! Ja! Yes! Ik kan niet. Jongens, 2-0. Wat gaat er door jullie heen? Ja als nog jullie... steeds geen idee. Nee, zo kan je niet spelen. Kan letterlijk niet eens lopen. We zijn nu de top van Nederland. Is dat tijd voor het Franse volkslied? Ja. Gooi hem in. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Kom op, jongens. Paul. Lekker goed gespeeld. Van een keer tegen sport. Twee keer. Kom op, man. Lekker. Egbert! Ja, dat komt. Schiet dan! Nee, hij schiet niet! Hé! Hij pakt hem ook niet! Die andere man pakt hem gewoon! Ik kan niet zo spelen. Ga! Klaassen, wat is hij snel? Zelf. Ja, ik zelf doe mijn best! Hoe schiet ik? Hey. Paas. Ja, want het is Pasen dan ook weer, hè? Oh, 1. Ja. En weg die bal. Maar er is geen linker stick switch ook. Ja, komt die? Ja, je bent vrij. Hij speelt toch? Nee, geen bij zijn spel. Mbappé, die kan het, die kan het. Oeh! Ik kan nog wel die kip vermoeden. Hey man, wat heb je echt? Als hij hoeft maar één keer even goed door te hebben hoe het werkt. Net die paar belangrijke dingen. Ja, je hebt de besturing. Lopen weet je nu? Lopen is niet te doen, zeg maar. Dat is een beetje... Nee. Met rondje en pijltjes ga je maar niet lekker. Maar op de PlayStation 2 waren die knoppen ook veel verder uit elkaar, toch? Ja. Ik ben de keeper aan het uitdagen. Ja, ellende. Echt ellende. Kortom, op een PlayStation 2 was het wel gelukt. Ja. Nee, ook niet. Kijk, maar hij rent toch automatisch naar voren? Ja, ik zie het. Ja, ze rennen. Kijk hoe raar die loopt. Hij miste hem. Die wilde ik in de Franse benen, heeft hij. Vierkant, gewoon vierkant.
Je moet gewoon alleen L1. Ik kan niet lopen. Van mij mogen ze die pijltjes toetsen wel naar de linker joystick veranderen, want je ziet wel dat dat echt... Nee. Wat zeg jij nou? Alsnog is tering moeilijk hoor. Alsnog is echt moeilijk hoor. Ja, maar 12-0 hè, vorige keer. 12-0. Dat is compliment. Nee, oké. Wij komen niet vooruit. Als je zou maar een computer, ja. Doe maar alleen die joystick. Gewoon besturen. Oké, maar doe alleen maar. Dat wil je niks anders. Doe even ogen dicht inderdaad. Alleen het lopen is weer gewoon met de linker joystick, de rest is nog steeds. Ik snap jullie angst jongens, maar het gaat hartstikke goed. Ze worden iets mobieler, maar verder wordt het nog steeds allemaal heel moeilijk voor ze om de juiste knoppen te gebruiken. L1. Ze komen terug opeens, hè? Ze komen terug! Schiet! Kijk, dat is ook wel mooi. Weg. Oh nee! Schiet! R1! Die bal, hè? Ik schoot R1 als vierkant! Oh, R2 ja, dan! R2. Prachtig. Maar je ziet inderdaad wel dat het wat dreigender wordt. Nu kunnen jullie weer gewoon fatsoenlijk lopen en dribbelen, ja. Maar als ik maar nog rennen. Opeens... jullie weten de tactiek van vorige keer ook nog, toch? Ja. Nou, we moeten nu eigenlijk heel veel gaan spelen. Bal in de ploeg en als het even de druk erop komt van hun, gewoon wegjanken dat ding. Ja. Maar zij weten ook niet... R2. Het zit niet in hun systeem. Nee, hè? Ja, goed gespeeld. Nee! Maar die R2 heeft zo'n trigger effect, toch? Dus... Ja, dat is heel irritant om daarmee te moeten schieten. Het was al spannend, maar... Kijk eens! Maar ze houden het al best lang vol. Lekker. Is goed. Ik ben mee. Dit is goed. Ze zijn het niet gewend. Oh, nee. Niet hij. Hoe? Hij tikt hem ook helemaal de verkeerde kant op. Ik kan niet switchen. Oh, je vindt een keep. Nee, dat is niet te doen, nee. Oké, okay, andere kant op. Weg dat ding, jongen. Ja. Wat schieten? L1. L1 paas. Paas! Kom op! L1 paas. Ja, maar hoe elke helft? Schiet. Die klote middenvelders! L1 paas, rennen, schieten. Oké. Gewoon lopen. Hé jongens, kom op. Ja, deze hebben we hier. Kijk hoe raar die rent. Niet zo diep. Niet zo diep. Hé, met kruisje kun je gewoon switchen naar... Ze hebben moeite met dat verdedigen, jongens. Heel goed, heel goed. Andere kant op. Andere links, naar boven daar. Heel goed. Naar boven, weer naar boven daar links. Gewoon de vrije man zoeken. Net voetbal. Bovenkant? Links. Ja. Lezen dat? L1. Nee! Mijn brein. Schot op doel. Mijn brein. Mooi gezegd, Manu. Oké, kom maar. Oh, goed gespeeld. Hou je rust. Goed. Kijken. Oeh. Was niet gek. Ik stond al klaar, hè? Ik stond al klaar om te schieten. Zeker. Dat is een echte spits. Je mag hem ook onderuit halen. Nu rust. Je kan terug naar je keeper. Kan even rustig hier. Kijk, hier is vrij staan. Dit is niet waar ik naartoe. Waar zijn die lijntjes? Tuurlijk. Niet hebben. Tuurlijk. Goed. Wat gebeurt hier nou? Dit wordt gevaarlijk. Dit is niet goed. Dit wordt gevaarlijk. L1. Goed. En nu weg. Vierkantje lang inhouden. Dit is ook mooi. Nog mooier. Goed. Ja. Ja, prima. Nee, is goed. Hij moet weg. We hebben even tijd. Die Daniel. Prachtig. Ja, die zit er helemaal in, hè? Ik ben echt zenuwachtig. Prachtig. Kijk uit. Drop. Die blauwe, is van jullie? Paas. Prima. Ja, man. Oei. 20 minuutjes. Broer, kan als je het zelf niet doet, denk ik echt, wat doe jij? Ik had net zo goed nu een Mogol kunnen zijn. Ja, echt geweldig om te zien dit. Oké. 20 minuutjes nog. Goed hoor, jongens. Lekker. L1, R2 schieten. Ja. Full focus, hè? Blijf paas gewoon. Lekker. L1. Oh, lekker. Oh. Wat? Wat is dit? Ja, daar! Schiet, want dit is makkelijk. Nu hoef je niet meer na te denken. Nu weet je alleen gewoon... Wat moet ik nu doen? Bang, jongens. Wat gebeurt er? Is dit 2-2? Wat moet ik doen als ik daar sta als een mannetje, als een menselijke muur? Zij toch! Je geeft ze die controles terug en dan denk je... Zie ons niet spelen! Zie ons niet kan spelen als idioot! We moeten nu scoren. Is alles of niet? Nee, het enige wat hetzelfde is nu, is dat ze met de linkerstick kunnen lopen, maar... Lekker. Dan schiet alsnog het ballen over jullie achterlijn voor niks. Oké, we geven hem weg. Letterlijk. Okay, ik heb die L1 door. Oké, we hebben verloren misschien voor altijd. Het moet wel voor de 90ste minuut gebeuren, anders gaan we naar penalties. Gaan we naar penalties? Ja, dat is niet goed. Als het dan gelijk staat, het WK wel. WK natuurlijk. Ja, WK-finale. Dat is gewoon verlenging. Nederland-Frankrijk.
Net als in het echt. Net als in het echt, precies. Ik heb het toch goed voorspeld? Oh jee. R2. Ik doe R1 zit. Oh Manu, je bent zo hard leerst. Het is zo mooi. Oh, Virgil. Ja. Virgil! Ja. Nee, waarom? Bro, Ashplay. Bro, dat is moeilijk. Nu kunnen ze lopen, hè? Kijk, hier gaat het fout, zeg maar. Ja, lopen. Er zijn geen baby's meer die nog moeten kruipen. We kijken hoeveel er nog fout gaat. Dat zien wij niet, hoor. Nee. Je ziet op zich wel, als ik kon schieten... Je merkt geen verschil. Als ik merk geen verschil. Oh, nee, wat doe je nou, echt maar? Ik geef hem even weg. Kijk nou gewoon even welke kleur die spelers hebben. Oranje is niet passen. Ik pak hem aan, lekker goed gespeeld. Goed gespeeld, lekker. R2. Zo. Daar gaan we al. Hey, ik moet gaan trouwens, man. Ik had nog iets gepland, bedacht ik me nu. Dus, maar dan telt hij niet, dan moeten we dit gewoon een andere keer afmaken. Misschien is dat dan een goed idee. Ja, met dezelfde controles worden nog 8-0 als we dat doen. Ik had nog een meeting. Nee, maar die, dat lopen was echt te erg, zeg maar. Ja. Maar dan kan je zeg maar alleen links, rechts, boven, beneden. Ja, een beetje... Ja. We moeten nog 2 keer scoren, we hebben 9 minuten. Kom op. De conclusie is dat jullie allebei een helft gewonnen hebben, jongens. Nee, dat is niet. Het gaat over 90 minuten voetbal. LT ingedrukt houden. Als je LT. Lekker. Oh, die 2-0, hè. Dat was zo'n mooi moment. Daar hadden we moeten stoppen. Daar hadden we gewoon moeten zeggen, jongens, goed gespeeld. Was mooi, leuk. Ik heb wel echt genoten. Het voelde zo goed. Ja. Ga die op mijn LinkedIn zetten. Oh, ik doe vierkantje volgen. Jij ja, lopen? Ga rennen. Ja. Nee, niet rennen meteen. Ga rennen meteen. Prestaties van 2022. 2-0 voorgestaan. 2-0 voorgestaan. Dick Bird. De win op gaat bereiken. Kan nog alle kanten op, jongens. Voorzet. Ja, netjes. Oh. Oké, dit is goed. Tik hem erin. Jammer. Kan gebeuren. Wat een bal. Ja, naar mij, naar mij. Oh nee, niet naar mij. Wow, dit vierkant. Buitenspel. Wat betekent dat? Laat maar, dat leg ik je nog wel een keer uit. Dat zullen zij wel een keer uitleggen wat buitenspel is. Kijk, dit is... Ja, dit zegt helemaal niks voor mij. Dit vind ik het grappig. Oh, de rode lijn. Oh ja, precies ja. Paas toch gewoon, man. Fenomenaal. Ja, als je het niet kent, Levi, ja. Dat zeg ik, had hem misschien ook wel gepaast. Gewoon omdat ik... Ja, tuurlijk. Als je voetbal niet kent. Ja, ik ga hem pasen gewoon. Nee, maar ook als ik voetbal ken. Netjes. Ja. Mijn mannen tackelen altijd naast. Groen. Welke cute timer. Joei. Oké. Naar richting de derde helft. Dus nee, hey, ik wou hem pasen, maar die man is leeg. Die man is leeg? Ja, kijk dat icoontje, dat pionnetje boven zo. Dus op. Hé, hey, hoezo komt de keeper uit? Oh! Vamos. Jeez, vamos. We hebben verloren. We hebben toch verloren. Ja, ik vind één troost. Als je echt alle controls aanpast, dan winnen jullie. Dan kunnen ze het niet. Dan kunnen ze het niet. Ja, dus halverwege hebben ze zich toch onderhand. Ja, we kunnen echt niet lopen. We vinden het toch te moeilijk. Zijn een klein beetje gemanst? Klein beetje geholpen? Klein beetje gemanst, ja. Rematch in Tricky Towers? Nou! Ik heb het niet gespeeld, man. Ik zou je wel sleuren, denk ik. Ik meld me af, denk ik. Ik wil het nog wel een keer proberen, Levi, in die stadion. Ja, mannen, ongelooflijk. Maar wat hebben jullie het fantastisch gedaan vandaag? Is dat misschien nog een pleister op de wonden? Ja, weet je, het ging er ruig aan toe. En ik vond zeker ook in de eerste helft dat wij een mooie voorsprong pakten, maar toen toch, liepen ze te janken. Ja, een beetje young babies. Oh, we kunnen niet lopen, bla. Oh, ik vind het zo moeilijk. En toen hebben ze toch de besturing aangepast en toen hebben we toch moeten verliezen helaas. Ja. Met 4-2. 4-2. Jullie rivalen van vandaag, die waren niet te spreken over jullie gejank. Ik citeer jullie rivalen, jullie gejank halverwege. Wat is jullie reactie daarop? Dat begrijp ik wel, want we snappen niet natuurlijk hoe het voor ons is. Alleen, ik denk dat je kon zien, we kwamen gewoon niet vooruit. Na de afslachting van vorige keer, waarin het 11-0 en ik denk 7-0 werd voor die jongens, snap ik wel hun frustratie. Kan ik wel inbeelden in hun gedachten. Eigenlijk gewoon een gelijkspel? Eigenlijk gewoon een winst voor ons. Ja, ik denk eigenlijk wel dat als zij niet de besturing hadden aangepast, dan hadden wij gewoon gewonnen. Ja. En dus? Dus had jij beter moeten optreden als scheids en dat niet moeten toestaan. Ja. En dus? Dus als jij nog mensen zoekt voor jouw E-divisie,
ik wil niet heel veel zeggen, maar volgens mij hebben we net daar jouw beste spelers kapot gemaakt in hun eigen spelletje. Daniel vroeg een soort revanche in Tricky Towers. Gaat die er komen? Alles is te koop. Zakelijk? Ik nam af. Jongens, dankjewel allemaal. Jullie bedankt voor het kijken natuurlijk en heel veel plezier vanavond met de WK-finale. Met de winst van Nederland! Tussen Nederland en Frankrijk. Mama, wat een spannende dag. Veel plezier en bedankt. Dit was Legends of Gaming en dit was KPN's Remake.